van oorsprong is framing dus eigenlijk een academisch begrip dat ergens in de jaren 70 door sociologen eigenlijk geïntroduceerd is. Maar de laatste jaren zie je dat het begrip eigenlijk ook meer en meer door politici en journalisten zelf gebruikt wordt. Dat is eigenlijk begonnen in begin jaren 2000 in de Verenigde Staten, waar eigenlijk het beleid van George Bush werd gezien als een type voorbeeld van framing. Framing is voor mij in ieder geval het kiezen van beeldspraak, metafoor, maar ook fysieke omkadering om een bepaalde boodschap al meteen gekleurd over te brengen bij mensen. Dus uw woorden mogen dan objectief lijken. De metacommunicatie die er rond hangt, duwt de gedachtegang van mensen in een bepaalde richting. En probeert ervoor te zorgen dat jouw frame, het kader dat jij eraan wil hangen, blijft hangen bij mensen.